Horen wat Glindeboek daarover te zeggen heeft. Over het vertrek dus van de Smet al of niet. Ik denk dat daar ook best snel zo snel mogelijk duidelijkheid over komt. Ik heb dat ook toen gevraagd naar de transfer van Tom de Sutter. Omdat dat toch blijft hangen. Dat komt elke keer terug in interviews. En ik wil er eigenlijk geen energie aan verspillen. Ik hoor dat Luc de Vroe zegt dat hem zweert op de hoofden van zijn kinderen dat hem niet getekend heeft. Maar ik heb ook nooit gezegd dat hem getekend heeft. Ik heb alleen gezegd dat hij naar Club Brugge zal gaan en dat hij daar ook een akkoord heeft. Dus. Hoe weet je het dan zeker? Daar ga ik niet op antwoorden. Wat zijn de plannen van de trainer? Mikt die hoger op of wil die graag bij Cercle blijven? Als ik daar iets over te communiceren heb, dan zal ik dat zeker doen. Doet het op zijn de Smets misschien? Of liefst. Misschien ga je wel 100% zeker weg, maar wil je het nog niet bevestigen? Of is het een ander verhaal? Als je mij zou kennen, dan zit ik zo niet in elkaar. Het was maar een vraag natuurlijk. Ja, dat we willen niks missen, hè? Alsjeblieft. We willen niks missen, het was maar een vraag. Dat begrijp ik, je bent ook van de pers, maar als ik daarover te communiceren heb, dan zal je daar vlug genoeg weten.